deze boekenpitch graag beginnen met te zeggen dat er iets is wat u niet wilt en er is iets wat u wilt. Drone gaat over Avo Rodenburg, dat is de minister van Defensie, vrouwelijke minister van Defensie, die probeert een drone door de Kamer te loodsen, want dat gaat erg moeilijk. En ze loopt tegen allerlei problemen aan. Een andere verhaallijn is de ex-commando, die probeert te achterhalen wat er 12 jaar geleden is gebeurd. Hij heeft een missie gehad en die is mislukt en hij wil weten wat is daar aan de hand. En hun lot is verbonden aan één ding, namelijk een drone. Toen ik begon, ik was heel geïnteresseerd in machines, in technologie. En toen ik onderzoek ging doen in 2013, in de zomer, toen kon ik niet bevoeden dat in november 2013... de Nederlandse Defensie besloot om ook 4 drones aan te schaffen. Namelijk de MQ-9 Reaper. En die wordt gezien als het meest dodelijke wapen ooit door de mens gemaakt. Maar nou zei onze defensieminister, ja, we gaan ze niet bewapenen. We gaan het alleen gebruiken om dijken te inspecteren en andere surveillance toepassingen te gebruiken. En dat is natuurlijk totaal absurd. Want het is het allergevaarlijkste ding dat ooit gebouwd is. En dat fascineerde mij enorm. De Kamer, er zijn een paar Kamervragen gesteld. Er is nu deze week een klein beetje, een beetje media-aandacht, maar eigenlijk veel te weinig. Dus dit boek gaat over hoe het is om als Nederland een drone te hebben. Wat ik hierover nog kan zeggen, ik wou beginnen dus met iets wat u niet wilt, iets wat u wel wilt. Wat u niet wilt, echt niet, wat we echt niet moeten willen, zijn drones. Wat u wel wilt, is drone lezen om te zien hoe het is als we zo'n drone hebben.